Voor de volgende vraag heb ik een klein beetje assistentie nodig. Dames, speciaal voor jullie heb ik Wesley uitgenodigd. Oh. Oh. Ja. Schrok er even van. Wesley, jongen, fijn dat je er bent. Wauw. Ja. Jeetje, hoe Wesley, jongen, dat ziet er indrukwekkend uit. Ik kan me voorstellen dat er heel wat werk in zit. Hoeveel uren per week ben jij bezig in de sportschool? Nou, ik denk gemiddeld zo'n 10 uur per week wel ongeveer. Ja, ik wou net zeggen, mag ik even voelen? Ja. Heel even. Ja, je mag er even aanzitten. Heel aardig, want je bent gewoon een mens, maar... Oh! Jezus. Wat heftig. Heb jij een vrouw of een vriendin of een man? Of... Ja. En die vindt dit ook fijn? Precies, hij doet hetzelfde als mij. Echt? Ja. Echt waar? Die is ook keihard. Nee, niet. Ze is niet zoals mij, maar ze doet ook in de sport mee op de vrouwelijke manier. Ja, nou goed. Wesley heeft er misschien niet zo last van, maar wij mannen, Tino, toch? Hebben absoluut wel zo van die dingetjes waar we een klein beetje onzeker over zijn, over ons lichaam. Hè? Daar hebben we het dan over. De vraag is, over welk lichaamsdeel zijn mannen het meest onzeker? Jullie krijgen 2 vragen over Wesley. Dit is jullie eerste vraag. Wat denken jullie? Waar zijn wij mannen nou het meest onzeker over? Ik denk... Heb je het goed? Pak je 10 punten. Penis. Penis? Ik heb hier voor jullie een stickertje. Oh. Nee, en aan jullie de taak om nu op dat onderdeel van het stickertje te plakken... waarvan je denkt... Je hebt hem gepakt. Dat wij mannen daar het meest onzeker over zijn. Mag ik assistentie? Oké, mocht het een hele ongemakkelijke plek zijn... dan mag je aan Wesley vragen of hij daar zelf het stickertje op zou willen plakken. Zou jij... Samantha wil graag assisteren. Ja, ik zou niet weten wat anders. Ik denk daar zo. Daar. Durf je het aan? Ja. Daar. Op je dingetje. Op je plassertje. Plasser. Plasser. Ja, zie je? Daar plasser. Zit het hem al in. Hoe ben jij met dat dingetje? Ben je daar onzeker over? Is het niet goed, denk je? Nee, juist niet. Als bodybuilder moet je juist zeker over zijn. Want alles groeit. Behalve dat is je bodybuilder. Dus in verhouding gaat het achteruit. Ja, ja, in verhouding wordt alles kleiner natuurlijk. Het is weer te simpel. We gaan kijken of jullie het goed hebben. Uit een groot onderzoek onder mannen is gebleken... dat wij het meest onzeker zijn over onze buik. Wesley, daar heb jij in ieder geval zeker geen last van. Helaas, geen punten voor jullie. Ik snap hem wel. Maar was niet het goede antwoord. We gaan door met de volgende vraag. Waar zit bij Wesley en bij eigenlijk elk ander mens... de gluteus maximus? De wat? De gluteus maximus. Het lijkt op een biefstukje. Ik weet niet of hij net zo lekker is. Maar plak hem op de plek waarvan jij denkt dat het hem is. Ja. Zullen we hem even omkeren anders? Ja, Sorry, ja. Wesley. Maakt het... Ja. Hier dan. Nee, wat? Nee, dat is te midden. Nee. Dat is midden. Daar zit iets anders. Het moet echt... Hier? Waar zit hij? Dit langs. Dit zo. Zie je het zo? Ja, dit. Hier, dit zo. Ja. Is dat de gluteus maximus? Ja, dat is hem nou. Zo. Dat heb ik gedaan. Hartstikke goed. Hè? Hij zit erop. Voor de jurering hebben wij uiteraard altijd een dokter in de zaal. En dat is niet de minste, kan ik u vertellen. Mag ik een heel warm applaus voor onze enige echte dokter Bernhard. Hallo jongen, fijn dat je er bent. Ja, flauw liedje. Dokter Bernhard, ik heet Bernhard, ik ben dokter. Het liedje Dokter Bernhard. Oké, okay, ja. Het zij. Ja. Nou, wij krijgen het gewoon de hele avond niet meer uit ons hoofd. Nee. Maar de grote vraag is, Bernhard, hier heb ik ook voor jou de gluteus maximus. Ja, dankjewel. Hebben zij hem op de goede plek geplakt? Ja, dames. De goede plek is... Ja! 10 punten voor jullie. Wesley, hartstikke goed gedaan. Dank je wel. En keep up the good work. Wat is gezond en wat juist niet? Van snotneus tot fobie. En van extra hoog tot calorie. Je ziet het allemaal in de liveshow.